Het Euvelgunnen-tracé verzakt veel sneller dan verwacht. Anderhalf jaar na de aanleg ligt het wegdek al 12 centimeter lager. Die daling had Rijkswaterstaat pas na 10 tot 15 jaar verwacht. Het was verwacht dat binnen 10, 15 jaar wel die verzakking zou plaatsvinden van deze omvang, maar zo snel na 2 jaar, dat was niet de bedoeling. Bij de aanleg van het tracé was wel rekening gehouden met een daling door de ondergrond van Veen. Het is een hele slechte bodem aan de oostkant van Groningen. Sommige mensen zeggen wel, ja, het lijkt een beetje op yoghurt wat daar ligt. Het is een hele slechte bodem. En daarom hebben we ook heel veel zand opgebracht en extra overhoogtes. En berekend dat dat voldoende zou zijn om een goede fundering te hebben. Maar het blijkt toch op sommige plaatsen minder goed uit te pakken. De verzakking is het meest zichtbaar bij 3 tunnels die gefundeerd zijn en daardoor niet meezakken. Die plekken worden binnenkort door Rijkswaterstaat weer glad gemaakt. Er bestaat tot die tijd geen gevaar voor het verkeer. Op dit moment nog niet, maar dat willen we natuurlijk voor zijn. En vandaar dat we binnenkort in ieder geval een noodreparatie aanbrengen. En ondertussen meten en onderzoeken verder van hoe erg is het? Tot hoever gaat het nog verder zakken? En wat zouden we er dan aan kunnen doen? Als dat onderzoek af is, gaat de dienst de weg definitief opknappen. Maar dat wordt waarschijnlijk volgend jaar.